Kinderboeken van Roald Dahl worden in Engeland aangepast. Volgens de Britse uitgeverij om de verhalen bij de tijd te maken en minder aanstootgevend. De meer dan 100 wijzigingen gaan over vooral fysieke beschrijvingen van mensen, maar ook over het aanbrengen van genderneutraliteit. Gedragsdeskundige Romy Quint zet haar vraagtekens bij dit nieuws. Want waarom zou je boeken van een overleden persoon willen aanpassen? Ja, waarom eigenlijk, Romy? Ja, dat is de vraag inderdaad. Ja, de Telegraph die berichtte er eerst over. Later volgde ook The Guardian en andere kranten. Ook de Nederlandse kranten die volgden dit nieuws. Het ging over de uitgever van de boeken van Dahl in Engeland. Dus niet van de uitgevers in Nederland. En ik zou het niet eens over aanpassen willen hebben, maar bijna herschrijven willen noemen. Want als je het hebt over 100 plus aanpassingen, dan zijn dat best wel veel woorden. En daarmee verander je eigenlijk het karakter van die boeken. Die uitgever Puffin in Engeland, die heeft zogenaamde sensitivity readers ingeschakeld. En in het Nederlands heet dat dan een gevoeligheidslezer. Wat doen die nou eigenlijk? Deze lezen het boek en ze doen aanpassingen wat betreft gemarginaliseerde personages en elementen die aanstootgevend kunnen zijn. Dus dat is dus aan hen om te bepalen wat aanstootgevend is. Hebben wij niet over mee mogen praten. En het doel daarvan, als je dan verder eigenlijk gaat zoeken, is de afbraak van stereotypering. Dus men vindt de karakters stereotyp in de boeken van Dahl. En dat mag dan wat minder. Wat voor stereotypes zou dat dan zijn? Ja, ik heb er wel wat voorbeelden bij. Dus het woord dik wordt bijvoorbeeld vervangen. Even kijken hoor, lelijk mag niet meer. Het gender wordt ook aangepast. Dus bijvoorbeeld de Oompa Loompas uit Charlie and the Chocolate Factory. Die mogen geen kleine mannetjes meer heten, maar die heten voortaan kleine mensen. En ook in James and the Giant Peach, de reuzenpersik, heten de wolkenmannen voortaan wolkenmensen. Dat gaat best wel ver. Helemaal, als je zo het hele boek doorgaat en al dat soort woorden worden veranderd. Ja, heel veel mensen kennen Roald Dahl natuurlijk uit hun jeugd. Er zijn generaties groot meegebracht. En mij doet het wel een beetje pijn zo. Om een voorbeeld te nemen, in Pippi Langkous is ook wel eens een woord aangepast, omdat we dat gewoon collectief niet een heel fijn woord vinden. En dan terecht. Hè? Als een schrijver nog leeft, het N-woord. Okay. Ja. Dus dan zijn we het daar allemaal over eens. Maar dit zijn gewoon woorden die we gewoon dagelijks gebruiken in onze taal. En wat ook eigenlijk helemaal niet gaat over het ridiculiseren van die mannetjes of zo. Het is gewoon eigenlijk voor mij, ik vraag me echt af waarom al die Ik probeer me even te verplaatsen in hun beweegredenen. Nou, het wordt eigenlijk nog erger. De GB News die had nog wat voorbeelden. GB News is een kanaal uit Engeland. We gaan even kijken naar twee andere voorbeelden. So, for example, in the new woke version of Matilda, Matilda reads Jane Austen rather than Rudyard Kipling. Why? And a witch, originally described as a cashier in a supermarket, now works as a top scientist. Are we pushing girl power here? Did anyone check with Roald Dahl when they did these rewrites? Inderdaad, rewrites zijn het. Rewrites. Ik dacht, wat bedoel je? Maar dit in het Nederlands nog even voor de luisteraars die wat minder goed zijn in het Engels. Maar het gaat dus niet meer over zeg maar een woord vervangen, maar gewoon de hele betekenis eigenlijk. Want er staat, ze geven hier dus als voorbeeld, Matilda, in het boek Matilda, leest ineens literatuur van een vrouwelijke schrijfster in plaats van een mannelijke schrijfster, van Jane Austen. En ook is er een heks die cashière was en die is nu ineens wetenschapper. Ja. Dus het is gewoon de verhaallijn eigenlijk. Er valt er ook niet iets voor te zeggen. Ik probeer dus heel erg te verplaatsen in de bedenkers hiervan. Van oké, we willen het bij de tijd maken. Misschien is er over, ik noem even wat, 5 of 10 jaar... zijn er geen kassamedewerkers meer, want dan is alles vervangen door AI. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als kind denkt, ja, wat is een kassamedewerker dan? Of dat de juf over kunnen hebben of met je moeder misschien. Maar als je dan... Bijvoorbeeld gevoelige dingen als dik of lelijk. Ja, ik denk als je daar moeite mee hebt of je wil daar maatschappelijk van betekenis zijn, schrijf een boek waarin dat dus niet voorkomt. Of doe je best en zet er iets moois naast. Maar ga niet de artiesten censureren eigenlijk. Omwille van wat je zegt, sensitiviteit en aanstootgeven. Maar wat ik altijd heb geleerd is dat als je zelf
iets niet aan kan, dan moet je niet dat bij de ander leggen. Dan moet je zelfverantwoordelijkheid nemen. En er misschien afstand van nemen. Of het niet van lezen. Een boek lezen. Van een boek lezen. Maar in ieder geval, zoals het dan altijd zo lelijk heet, het bij jezelf zoeken. Ja, maar zou iemand echt last hebben gehad van Daal, dusver? Maakt me niet uit, maar er zijn nu kennelijk mensen die daar dan zeggen sensitief voor te zijn. Nou, die vinden dat je last van moeten hebben. Maar of er echt daadwerkelijk mensen last van hebben... Maar voor mij dat dan niet meer lastig. Nee, eens. Ja. Nee, er wordt ook gevraagd hier of iemand Daal heeft gevraagd wat hij ervan vond. Nee, dat kan helaas niet meer, want hij is overleden. Maar dat is wel een goede vraag. Want eigenlijk voor dit hele fenomeen zou je eigenlijk een publiek debat moeten hebben van wat vinden wij hiervan. Hè? Voor je het weet staan we de Mona Lisa zeg maar een beetje te pimpen, omdat hij ook iets te dik of te dun of wat dan ook is. Ja, waar gaat dit heen? Dit is een beetje een hellend vlak. En dat debat wordt niet echt gevoerd. Dit wordt gewoon eigenlijk doorgevoerd. Zonder dat het gesprek daarover is. Gelukkig gebeurt het in de media het gesprek wel, maar daar hebben we het zo even over. Maar dit gaat naast over een debat wel of niet hebben, ook over respect. Respect naar de schrijver, respect naar het vrije woord. Het was dan ook heel grappig dat een tijdje geleden wij een item hadden over Pim Lammers, waarbij wij heel duidelijk maakten van het vrije woord staat buiten kijf, dat is belangrijk. Maar dat heel veel mensen die dachten dat het om het vrije woord ging, met Roald Daal als voorbeeld kwamen van als je Pim Lammers dan wil censureren, dan zijn er nogal. En dan werd Roald Daal heel vaak genoemd als absurdistisch schrijver waar je dan wat van zou kunnen vinden. Maar dat dat nu werkelijk gebeurt is dan wel redelijk bizar, vind ik zelf. Ja, art. Dat zag je ook met Matthias de Smet. Die schrijft een boek over totalitarisme. En vervolgens wordt zijn eigen boek gecanceld. Ja. Weet je? Ja, dat is onvoorstelbaar. De irony. Ja. En wat zijn de reacties vanuit bijvoorbeeld Nederlandse uitgeverij? Ja, nou dat was wel het hoopvolle van mijn nieuws hier. De Nederlandse uitgever De Fontein, dat is de uitgeverij die de boeken van Daal hier naar buiten brengt. Die is kritisch en die zijn het hier ook helemaal niet mee eens. Wat er letterlijk gezegd werd was, in de stereotype overdrijving is het juist de humor. Iets eruit halen boet het aan kracht in. Dus de directeur van de uitgeverij was het er niet mee eens. Zei ook dat ze volgende week op een kinderboekenbeurs, Europese kinderboekenbeurs in Bologna zouden zijn. En dat ze een hartig woordje zouden spreken met de Britten daarover. Dus is in ieder geval waardeer ik aan de Nederlandse uitgeverij. En ik hoop dat ze voet bij stuk houden en zeker niet erin gaan snijden en schrappen. In Engeland waren er ook kritische mensen, waaronder de premier. Dus Sunak, die zei het ook heel grappig in lijn ook met het boek van de GVR, de grote vriendelijke reus van Van Daal. Don't gobble funk with words, zei hij. Gobble funk with words is iets wat in de GVR gebruikt wordt als een berisping voor bemoeienis met de taal. Die reus die spreekt nogal ingewikkeld en die vindt ook dat je niet met zijn woorden moet bemoeien. En Sunak die zegt hetzelfde eigenlijk over Daal, niet bemoeien niet met zijn woorden. En terecht. En ook de bekende schrijver Selma Rushdie, die sprak zich uit en die had het over absurd censorship. Dus verbolgen. Maar goed, ondanks dat mensen zich hierover uitspreken, gebeurt het wel alsnog. En dat vind ik... Ja, want hoe zit het eigenlijk met de auteursrechten? Ja, auteursrechten, dit is de officiële uitgever van de boeken van Daal. En blijkbaar kunnen zij ermee doen wat ze willen. Ik heb niets in de media kunnen vinden over wat de familie daarvan vindt of... misschien gaan we dat nog horen. Maar of dat een verschil gaat maken, dat weet ik ook niet. Die aanpassingen komen er sowieso. Ja, daar wel. Gelukkig zwerven er heel veel boeken van Daal rond. En hopelijk blijven die nog langer rondzwerven. Ik ga mijn contracten aanpassen. Geen veranderingen. Ja, dat is wel goed inderdaad om op te letten. Ja. Wat denk je als jij dit zo hoort? Ja, ik vind het absurd. Ik vind het... Weet je... Wanneer je beledigd voelt door iets... iedereen weet dat mijn standaardkreet is van... wat is het in mij dat ik aansla op iets buiten mij? Ga dan meteen eerst naar jezelf kijken. En kijk van, waarom voel ik me daarvoor aangesproken? Ik bedoel, ze mogen mij uitmaken voor alles en nog wat. Maakt mij niet uit. En als ik het op een gegeven moment erg vind... dan heeft het een haakje gevonden in mij. En dan heb ik daar een punt waar ik werk aan kan doen. Dus dan zegt het iets over jou. Het feit dat iemand daar lange tenen heeft... vertelt dus over een onbalans... in de eigen psyche van die persoon.
En dit is nu een collectief fenomeen, collectief lange tenen, zeg maar. Minder, ja. Ja, maar dat is ook makkelijk. Ja. Want dan kun je gewoon alsmaar die vinger naar anderen wijzen. Dan hoef je niet zelf aan het werk te gaan. Ja, ja. Ja, en hoe dat dan zo aangemoedigd wordt door dingen, instanties als uitgeverijen, boekenweek, organisaties, dat is dan, dat geeft het echt een duwtje, waardoor het heel veel invloed krijgt op het collectief. Romy Quint, gedragsdeskundige, hartelijk dank voor jouw bijdrage.